Goedemiddag, Christel en Lily, die een model is vandaag, want je gaat ook iets maken. Een boek over nagels, een droom die voor jou is uitgekomen, denk ik. Hè? Dat klopt, dat klopt. Ik heb er heel wat enkele jaartjes achter de rug. Ik zat al met dat idee al een hele poos. En dan voor het dan natuurlijk in werkelijkheid te brengen en wat ga je naar de mensen toe brengen, heeft het toch heel wat uurtjes in beslag genomen. Ja. Maar ik ben blij met het resultaat. En wat is het inhoudelijk geworden? Want er zijn zoveel magazines en boekjes en verschillende dingen waar mensen iets over nagels in vinden. Maar wat is jouw boodschap? Eerst had ik gedacht gehad van, ik ga een klein stukje vertellen van hoe ik daar eigenlijk allemaal in verzeild ben geraakt. En dan dacht ik van, ja, ik had ook nog wel vragen van bij wie ga je als je gewoon als klant naar een nagelstudio toe? Wie kies je eigenlijk? Mm-hmm. Wie past bij jou? En dan ook voor de opleidingen, als je bijvoorbeeld les gaat volgen, waar is uw keuze? Waar ga je het beste les volgen? Dus dan heb ik dat gedeelte genomen en dan dacht ik van, ja, er is ook heel veel vraag naar een gemakkelijke nail art om te maken, die toch eigenlijk verkoopbaar is in een salon. En dan dacht ik, ja, ik zal wat step by step zetten. En dat is het resultaat geworden van het boek. Want wat is jouw specialiteit eigenlijk? Wat doe jij juist? Wat voor methode gebruik je? Heel vroeger was ik gespecialiseerd in de nagelbijtertjes. Dus als die dan met hun handen in het haar zaten, kwamen ze dan bij mij terecht. En dan ging ik stap voor stap eigenlijk een weg afleggen samen met hun. Dat ze dan toch eigenlijk mooie nageltjes zouden kunnen krijgen. Verzorgde nageltjes. En natuurlijk van het nagelbijten afbleven. Dan ben ik het kunstzinnige gaan doen, eigenlijk de tekeningetjes op de nageltjes gaan zetten. En dan kreeg ik heel veel vraag naar hele lange nagels, de stiletto nagels. Want je hebt zelf ook hele lange nagels. Ja, ik heb ook zelf hele lange nagels. Soms vragen ze wel van, kun je daar wel alles mee? Ik ben dan natuurlijk super gewoon. Het is ook makkelijker voor mij om een lange nagel te tekenen dan op een hele korte nagel. Ja. Hè? Want anders gaat de tekening soms heel anders overkomen. Ja, want je maakt er echte kunstwerken van, hè? Ja. Zit je daar dan 's nachts mee bezig? Ik moet dit gaan doen, ik moet dat ervan maken, dat kan ik erop zetten. Heel in het begin, als ik dan terugkijk zo naar de jaren die verstreken zijn, had ik altijd op mijn nachttafeltje een boekje liggen. Ah, ja. En dan had ik zo'n beeld voor ogen en dan dacht ik van, ik moet dat opschrijven en ik moet dat tekenen, zo een schetsje maken. En dan 's morgens stond ik dan op en dan kon ik niet snel genoeg aan mijn nageltafel zitten om het te creëren. Mm-hmm. En nu komen de klanten naar mij toe en zeggen ze bijvoorbeeld van, zeg, ik heb een kleedje, een jurkje aan. En er is bijvoorbeeld die design in, zou je me die op mijn nagels kunnen zetten? Ja, ja, ja. Dus ik krijg nu meer deze vragen en dan doe ik dat toch gewoon. Ja. Ik probeer het natuurlijk op de nagel te brengen. Maar dat kan ook op kleinere nagels? Het dan. Kan niet ook, op zo grote nee, het kan ook op kleine nagels, alleen heb je dan de tekening veel korter en veel drukker soms. Lily heeft wel een pink vrijgemaakt om een lang kunstwerk te maken. Zou je daar iets op kunnen doen? Ja. Terwijl we nog even verder praten. Lily, hoe lang ga jij al bij Christel of hoe lang heb jij al... Ja, toch al een paar jaar. Ja? Ja. En ben je er tevreden over? Want soms hoor je wel eens mensen die zeggen, ja, het werkt niet of het lukt toch wel. Ja? En was jij nagelbijter of niet? Nee, toch niet. Nee, maar ze zijn wel steviger nu. Ja, daardoor. En moet je dan vaak teruggaan? Nu een keer, dus 4-5 weken kom ik dan. Oh ja, dat telt toch wel. En doe je soms wel eens extreme dingen of hou je het bij mooie kleurtjes? Nee, toch wel opvallende kleurtjes ooit. Hè? Ja, ik denk dat we de vorige set, ik weet niet of je dat nog weet, Lily, dat we toen die glazen nagels hebben gezet. Daar was ze zo verliefd op. En dat hebben we dan gedaan en dat heeft toch... Toen denk ik nog zelfs, want wij dachten van oei oei, dat is uit glas. Wij noemen dat een doorschijnende gel. Maar dat is geen echt glas? Nee, wij noemen dat glazen nagels omdat je daardoor kunt kijken. En dan hadden we daar helemaal bloemetjes in verwerkt, omdat ze dat zo leuk vond. En die hebben toen tot onze verbazing veel langer gehouden als de andere nagels. Ja. Allee, zeg. Ja. Maar als je dat ziet ook, het zijn echte kunstwerken, heel kleurrijk ook. Meteen de vraag die wij ons stelden op de redactie was, wie kan daarmee werken? Wie kan daarmee strijken, mee de was ophangen, mee kuisen, de afwas doen? Ja. Lukt dat? Cynthia, ik ga heel eerlijk zijn, ik denk daar wel bij na. Nu is dat natuurlijk een automatisme geworden. Als er iemand bij mij in de salon zou komen, en een huisvrouwtje, en die zou zeggen van, ik wil hele lange nagels, dan moet ik daar natuurlijk op wijzen van, denk eraan, als je een sms'je verstuurt, dat, wat trager. Dat er misschien andere woordjes gaan uitkomen of zo.
Of als jij mij dat zou vragen, zou ik moeten zeggen, denk eraan, Cynthia, de pampertjes binnenkort. Hè. Ja, ja, het zal nu al moeilijk genoeg zijn. Ja, ja, je moet er dus wel rekening mee houden met welk werk je doet en zo. Of ja, wat je eigenlijk in het dagelijkse leven doet. Hè. Als we een kijkje nemen in het boek, het is heel mooi verzorgd, heel mooie foto's. Ja. En ook ja, die step-by-step, is dat dan niet alles prijsgeven wat je doet? Of is het echt met de bedoeling van, ik wil mijn kennis verspreiden? Ja. Ik bekijk het anders. Ik wil gewoon u meenemen in mijn droomwereld, in mijn kleurrijke wereld. En als ik het met iemand kan delen en als ik daardoor de nagelstyling, het leven van de nagelstyling nog groter kan maken en nog kleurrijker kan maken en mijn kunsten kan laten zien aan iemand anders die daar misschien iets anders mooier mee kan maken, ben ik er alleen maar trots op. Ja, ja, ja. Ja. Dus, want ja, je bent veel gevraagd overal in Europa. Je bent pas in Griekenland les gaan geven. Ja. Je krijgt vragen uit Vietnam, allee, noem maar op. Ja. Om overal, hoe komen ze dan bij jou terecht? Ik denk natuurlijk met dat heel internet gebeuren, dat wel een hele grote wereld is die open gaat. En natuurlijk met al het harde werken en misschien de mensen die het dan toch lezen en de kunstwerkjes ook bekijken, dat ze dan die vragen stellen van, zullen we ze eens vragen of we ze bij ons kunnen komen? Ja, ja, ja. Want ja, ik denk niet dat heel veel mensen dat op deze manier doen. Hè. Wel gewoon kleurtjes en zo, maar jij maakt er dan wel echt tekeningen en, en kunstwerken van. Hè. Ja. Ja, heel leuk. Ja. Ja. Zeg, en het boek is dus eigenlijk voor iedereen bedoeld, als ik het zo hoor dan. Ja, zowel voor gewoon een leek die er eigenlijk niks mee, allee, die erover nadenkt om nagels te gaan laten zetten. Of nagelstylistes, die beginnende nagelstylistes, die bijvoorbeeld een tekeningetje willen maken. Mm-hmm. Ja. Ja. En kan je dat aan de hand van het boek of volg je best nog wel wat lessen? Nee, je kan de gemakkelijke dingen staan er natuurlijk in. Zodat je eigenlijk, ja, het woordje zegt het zelf, stap voor stap een tekeningetje zou kunnen maken. Ja. Oké. Okay. Ja, en dit is het resultaat geworden van het prachtige kunstwerk dat Christel Oudenaert hier live bij ons in de studio heeft gemaakt. Christel, wat heb je erop getekend? Ik heb er een vlindertje op getekend. Je mag nog even houden, ja. Ja, met wat vrolijke kleuren. En als ik nog meer tijd had, kon ik het natuurlijk... Ik heb het gewoon simpel gehouden. Ja, want anders komen er misschien nog pareltjes of glittertjes of andere dingen bij. Goed, maar als de mensen meer willen weten, kunnen ze het boek altijd aanschaffen of via onze website meespelen om het te winnen. What a Wonderful Nail World van Christel Oudenaert. tvl.be, klik op Doe mee. Waar kunnen mensen het kopen als ze het willen? Bij ons natuurlijk, bij Bloussage. Dat ligt in Houthalen op de Guldensporenlaan 55. Ja, of via jullie website. Of via de website. Oké, goed. Alleszins bedankt voor jullie komst en heel veel succes met dit mooie boek.